rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. En dan begint die zo meteen te flikkeren. Tenminste. Kijk, nog gaat hij. Dan ziet hij weer uit. Maar deze begint in ieder geval te flikkeren als je hem aan hebt. Maar het is nog buiten licht, dus ja. Kijk. Kijk of hij dat nou doet. Ik krijg alleen nog mijn krassen van. Hi. Hi. Dat was maar Rink, meer niet. En de middelste die moet nog worden. De groene autogordeltjes heeft ze er nou bij in. Ja, ja. Ik denk dat zoals ze zegt, de middelste moet nog. En die wordt volgende week gedaan. Oké. Okay. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag en we leven op de 20ste van de 7e 2023. En dat om 8 minuten over 1. Ja, ik ben wat later dan normaal, maar ja, ik moest 2 keer ergens naartoe. Ja, was het kleine kamertje. Ja, en dan is er ook nog eentje heel strontvervelend. Dat die ga ik zo meteen eerst even aanpakken weer voor de zoveelste keer. En dat is Elving, die zit me bij de kont te bijten en te doen. Ja, wat er aan de hand is, weet ik niet. Zet in ieder geval geen vlooi, dat weet ik pertinent zeker. Rijka heeft ze ook niet. Dat ik ga toch even kijken wat er wel aan de hand is. Misschien dat ik erachter kan komen. En dan moet ze nog uitlaten ook. Maar Willy, die, daar wacht ik eerst op dit keer. En die moet ik even wat melden. En dan kan zij de gang gaan en dan kan ik op mijn gang gaan. Ik moet ook weer eventjes naar Big Bazaar in de hoop dat ze nog die lampjes hebben. Haal ik nog weer even een set van die lampjes. Want die eentje flikkert, hè. Nou, dat is gewoon niet leuk, hè. Nee, die begint te flikkeren. Nou, wat heb ik dan? Ik weet niet of die dat nou zal gaan doen. Moet ik eerst weer even aandoen. Even goed. Daar moet hij naartoe. En dan begint hij zo meteen te flikkeren. Tenminste. Kijk, nog gaat hij. Dan ziet hij weer uit. Maar deze begint in ieder geval te flikkeren als ik hem aan heb. Maar het is nog buiten licht, dus ja. Kijk. Kijk of hij dat nou doet. En dan zit hij me verleugen naar. Nou, deed het buiten wel, hè. Maar... hij gaat nu weg. Ik zit hier in de plantenbak. Kijken wat hij vanavond weer doet. Gaat hij wel weer gek doen? Dan kan ik het jullie alsnog laten zien. Ja, dat doen we. Even die ronddraaien. Dan zet ik hem hier in de plantenbak. En dan tenminste in de plantenbak bij de pannenkoekplant erin. Gaat dit vanavond alsnog weer doen? Dan kan ik het jullie laten zien. Ja. Zo. Hij staat er nou weer netjes erbij in. En dus komt het allemaal wel goed. Hou toch eens een keer op. En ik moet de gewichten van de klok weer optrekken, zie ik. Maar het komt ook allemaal weer goed. Jij gaat op de bank. Nee, op de bank. Oh, druif. Nee, Elving. Niet weer beginnen. Doen we niet. Dus ja, van alles en nog wat een klein beetje aan de gang. We gaan dat even controleren.
En ja, we zien wel wat we verder allemaal gaan doen. Dus dan, er zijn een paar dingen wat ik echt moet doen. En voor de rest, ja, ik moet dus nog steeds die broek voor Karin maken. Mijn rok moet ik vermaken. Mijn nieuwe weten jullie wel. Dus ja, dat hangt hier klaar. Maar boven staat er ook nog veel meer te naaien. Maar er zijn ook belangrijkere dingen, weet je. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, gewoon genieten en doe je ding en wees lief voor elkaar, et cetera. Ja, probeer ik ook altijd te doen, maar degene die mij kwaad aan doet, die doet kwaad terug, zo simpel. Ja, wie een kuil gaat voor een ander, valt er zelf in, zeg maar. Ja, zo is het nog altijd wel. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, Willy is al de deur uit. Ik heb al een telefoontje gepleegd met een bedrijf over die meneer die ik in huis heb gehad. En ja, dat gedeelte komt allemaal goed. Daar ben ik blij om. En we zullen verder nog even af moeten wachten tot andere week. En daarna horen jullie het wel weer. Ja, dat hou ik nog allemaal even voor mezelf. Maar in ieder geval, wij gaan nu eventjes de hort op. Want ik moet nog een paar lampjes erbij. Want eentje die flikkert. En dat vind ik dus niet leuk. Ik wil wel een fatsoenlijke daar hebben. En ik wil er nog een paar hebben tegen de schutting aan. Dus het komt helemaal goed. En boven, op de logeerkamer, zit een plakfolie. Dat laat ik jullie straks wel weer even zien. Dat heeft jullie gedaan. Maar ik ga nu eventjes weg. Want anders hoeft het niet meer qua tijd. Nee. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet gewoon een beetje mee. Wie is er dan? Springen. Ja, dat begrijp ik. Dat mag niet. Ik ga heel alleen naar mijn krassen van. Hi. Hi. Waar was mijn ring? Meer niet. En de middelste die moet nog worden. De groene autogordeltjes heeft ze er nou bij in. Ja, ja. Enkel zoals ze zegt, de middelste moet nog. En die wordt volgende week gedaan. Oké. Okay. Oepsie. Ja, en hier natuurlijk ook één, hè? Ja. Ja. Ja, groen, groen, groen. Velgroen. Ja. Zoals het moet. Ja. Ja, echt wel. En wat een verschil zo, hè, met dat zwart en groen, hè? Ja, echt wel. Beter, hè? Ja. En dus dat wordt, als ons gaat eten, inderdaad, sloppertje kunnen gebruiken. Wat? Slappertje. Ja. Ja. Nou, ik ga er weer van tussen. Ja. Doe rustig aan. Ja, is goed, schat. Jo. Tot en met later. Ja, dat zal goed komen. En als nou meneer agent vraagt van, heeft u een gordel om? Dan kan ik vragen van, heeft u een bril nodig of zo? Ja. Deze is nou wel mooi zichtbaar. Daarom? Ga je niet van die groene, zachte dingetjes krijgen, dat het niet zo snijdt in de huid? Dit en dit snijdt niet. Nee? Nee, joh. Nou ja, want dan heb je wel eens last van dan, hè? Dan moet dit dus ook hoger zitten. Dus, en dan snijdt hij, maar dit... Ah, oké. Okay. Het is zo... Kijk, oké, okay, ja, als ik zo doe, ja, dan en dan kan het snijden. Ja. Maar dan moet je er echt hard tegenaan gaan, maar dat is het niet. Nou, oké. Okay. Later! Nou, dat was Karin weer met weer iets nieuws in haar auto. We zullen weer even naar binnen. En terug. Op de wind is het toch nog wel weer koud. Kijk, en die kan ik ook omhoog doen. Dat gaan we ook zo even doen. Ja, dat kan allemaal. En ja, ik heb ook Mary onverwachts op visite gehad. Die is dus alweer weg. En
Ja. Komt ook allemaal wel goed. Die staat water te drinken. Ik ga dus even de kopje opruimen en de zonnescherm omhoog halen en de suiker opruimen. En ik zou ook al beginnen met een nieuwe vlog. Maar ik moet ook naar het toilet en de dames even uitlaten. Dat zijn dingen wat allemaal even voorgaat. En daarna zien we wel weer. Of niet, Rijka? Rijka! Kiekeboe! Maar oké, lieve vrienden, tot later. Een hele, hele goede nacht, lieve vrienden. Ja, het is alweer heel erg laat. Ik schrok ervan dat ik net naar de klok keek. Ik dacht, oh jee, ik had al lang al willen leggen. Maar ja, helaas, pindakaas, het is niet zo. Malle meid. Het is namelijk alweer 3:08. Ja, ja, inderdaad. Ik ben laat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten allemaal. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer wel gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht.